Het personeel van de energiebedrijven Suriname, EBS, hervat vrijdag het werk. Er is afgesproken dat de bond een schrijven richt aan de president, Desi Bouterse, waarin wordt aangegeven om de 500 SRT die overeengekomen is in de CAO met terugwerkende kracht tot 1 januari uit te betalen. Dit omdat de werknemers hierop hebben gerekend om vooral inkopen te doen voor het nieuwe schooljaar. Per werknemer moet een bedrag van SRD 7000 worden neergeteld, op basis van 14 maanden salaris. Aan de president is gevraagd om uiterlijk volgende week woensdag het besluit mede te delen aan de bond. Donderdag zal middels een ALV het personeel worden ingelicht over dit besluit. De bond geeft verder aan teleurgesteld te zijn in de houding van de directie. Er is zelfs een brief van de werknemers die willen dat de directie wordt bedankt. Bondsvoorzitter Steve Geerlings wil vooralsnog niet ingaan op deze kwestie.